over de inrichting van de straat, wanneer het vuilnis wordt opgehaald en of de winkels op zondag open zijn. Veel mensen denken dat de burgemeester aan het hoofd staat van de gemeente. Maar de gemeenteraad is in elke gemeente de baas. Deze raadsleden komen niet zomaar in de gemeenteraad. De gemeenteraad is een vertegenwoordiging van het volk. Zij wordt helemaal gekozen door de inwoners. Elke gemeente heeft een raadzaal waarin de raad debatteert over regels en voorstellen. Raadsleden bezoeken regelmatig organisaties in de gemeente, inwoners of projecten, om met eigen ogen te zien hoe het gaat en wat er leeft. De gemeenteraad is er voor zijn inwoners. Dus ook voor jou. Deze en nog veel meer vragen komen aan bod in de serie De Raad Beslist over de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Wat beweegt mensen om in de gemeenteraad te willen of een functie te hebben bij de gemeente? Vandaag een gesprek met de heer Kees van Geffen, de wethouder van Os. We gaan eens kijken of Kees van Geffen ons verwacht. De wethouder dus vandaag. Dag, we komen voor ons gesprek over de Raad Beslist. Nou, hartstikke mooi, kom binnen. Dankjewel. Kees, we gaan beginnen. Prima. Wat is nou de hoe verhoudt jouw functie zich als wethouder tot de gemeenteraad? Ja, als je kijkt hoe dat het echt in elkaar zit, dan is de gemeenteraad het hoogste orgaan van de gemeente. Dus in principe zou je kunnen stellen dat de gemeenteraad mijn baas is. En als lid van het college van burgemeester en wethouders zijn wij belast met de uitvoering van de besluiten die de gemeenteraad van ons neemt. Nou komt er wellicht een nieuwe gemeenteraad. Heeft dat dan ook van, of is dat van invloed op jouw functie als wethouder? Jazeker. Na verkiezingen wordt er altijd een coalitie gevormd. Hè. Dan worden burgemeester en wethouders, burgemeester niet, dan worden de wethouders gekozen. Ja. Eigenlijk hetzelfde als met de Tweede Kamer en het kabinet. Hè. Dus na verkiezingen komt er een nieuw kabinet, komt er een nieuw college van burgemeester en wethouders, waarbij de burgemeester dan blijft, maar die wethouders veranderen. Dus op het moment dat er verkiezingen zijn, en die zitten er nu aan te komen, is dat voor ons een spannende tijd. Want de vraag is, en dat weet je niet zeker, mag ik nog terugkomen na deze periode of wordt er een nieuwe coalitie gevormd? Dat betekent dat ik op zoek moet naar mijn werk. Nou heb jij 4 jaar dus je functie in ieder geval als wethouder al vervuld. Ja. Wat vind je daar nou bijzonder of heel leuk aan? Ja, het mooiste van het wethouderschap is eigenlijk dat je je schaakt op verschillende borden. Hè. Op ene moment zit je met iemand van het ministerie aan de tafel en vervolgens praat je met de voorzitter van de voetbalclub. Of met iemand die een idee heeft, een heel mooi idee heeft, wat hij in zijn wijk of in die buurt uitgevoerd wil worden. En juist dat afwisselende, dat vind ik hartstikke leuk om te doen. En daar krijg ik ook heel veel energie van. En, ik zeg altijd maar zo, ik kan niks. Ik heb 2 linkerhanden. Ik kan praten. Laat ik dat dan maar inzetten, ook om voor de gemeenschap, mezelf voor de gemeenschap nuttig te maken. En op deze manier denk ik dat ik dat kan. Ja. Nou noemde je net al een aantal verschillende dingen en ik had even gekeken op de website wat jouw portefeuille is. Ja. En die omvat heel veel dingen. Ja. Werk en inkomen, sport, onderwijs. Hoe kun je nou op al die gebieden je informatie krijgen? Ja, ik ben in het verleden ook wethouder geweest in de voormalige gemeente Ravenstein. Toen was het nog veel lastiger, hè, want toen moesten we het alleen van papier hebben. Ja. Gelukkig hebben we nu ook digitaal, zijn er heel veel zaken ontsloten. Dus zelf informatie vergaren doe ik heel erg veel digitaal. Maar ik heb natuurlijk, wij hebben natuurlijk, en onze inwoners hebben een heel korps aan ambtenaren ter beschikking die belast zijn met het werk. En wij mogen er uiteindelijk de finale klap op geven. Maar ik weet mij gelukkig omringd door hele goede mensen die mij van de juiste adviezen voorzien en van informatie voorzien. En die ook zeggen van, ja, weet je, dit is wel van belang voor ons, dit is niet van belang voor ons, dit is wel van belang in het beleid zoals jij het uit wilt stippelen. Dit vindt de raad belangrijk, kijk hier eens naar. Dus zij bereiden dat voor in samenspraak met mij als wethouder. Maar ja, zonder ambtelijke ondersteuning zou ik dit werk niet kunnen doen. Thank you.
Hoe is jouw interesse in de politiek of het openbaar bestuur ontstaan? Sprak je vroeger thuis al aan de keukentafel met familie of ouders over politiek? Hoe is dat bij jou, die liefde voor het bestuur ontstaan? Ja, het eerste is ja. Ik kom uit een, zoals we dat dan noemen, een rooms-rood nest. En er werd bij ons thuis werd daar wel behoorlijk vaak over gesproken. Maar ik had tot mijn 25e zeg maar niet de idee dat ik actief zou worden in de gemeenteraad of als wethouder. Maar ik kwam uit Herpen. Destijds was in de oude voormalige gemeenteraad zijn H77 actief. Ik werd daar eens voor gevraagd in het begin om een jongerenavond te presenteren. En nou, zodoende ben ik daar eigenlijk langzamerhand in gerold. Ben ik in 98 wethouder geworden in Ravenstein en ben ik eigenlijk altijd politiek actief gebleven tot de dag van vandaag. Het ene periode wat meer dan de andere, maar ik ben wel altijd politiek betrokken geweest. Ja. Nou is er openbaar bestuur op verschillende niveaus, landelijk, provinciaal en gemeentepolitiek. Waarom heb je voor de gemeentepolitiek gekozen en wat spreekt jou daar zo in aan? Er zijn meerdere redenen. Het eerste is, ik heb vaak best wat moeite met landelijke politieke partijen die, dat noemen ze dan een dogma, hè? Die hebben een bepaalde lijn en daar houden ze per se aan vast. En het mooie van een lokale partij waar ik lid van mag zijn, is dat wij eigenlijk op onderwerp onze keuze maken en dat heel breed doen. Dus de discussie die in de gemeenteraad plaatsvindt, vindt bij ons vaak al binnen de partij plaats. Mm-hmm. En ik zei net al, ik heb twee linkerhanden, dus ik kan eigenlijk niks maken. En ik vind het heel mooi dat ik op deze manier ook een bijdrage kan leveren aan de omgeving waar ik zelf woon en mag leven. Want, ja, en misschien ook verbinding brengen? Jawel, ja. Maar goed, dat zit dus inherent aan het feit dat je, tenminste dat vind ik, aan besturen. Dus dat doe je ongeacht of dat je nou in de gemeente bestuurt of dat je daar als vereniging, een verenigingsman of vrouw doet. Je brengt altijd, op het moment dat je je actief opstelt voor de gemeenschap, dan ben je altijd bezig met het brengen van verbindingen. En dat vind ik ook wel leuk, maar ik vind het vooral ook leuk om het lokaal te doen, omdat je, daar zie je eigenlijk direct resultaten. Ja, dat snap ik. We hebben het net gehad over de portefeuille die je hebt. Die is ontzettend breed, met heel veel aandachtsgebieden. Zitten daar ook jouw persoonlijke interesses? Ja, die zitten daar voor een groot stuk. Enerzijds te maken met de opleiding die ik vroeger gehad heb in jeugdwelzijnswerk. Anderzijds te maken met het feit dat ik eigenlijk heel graag vroeger het onderwijs in wilde, maar ik kwam in 1980... Van de haven af en toen was er heel grote werkloosheid in het onderwijs, dus heb ik daar niet voor gekozen. En het andere is sport. En sport heeft wel een speciale plek in mijn hart. Sport en bewegen, gezond bezig zijn, dat vind ik hartstikke belangrijk. Ik heb zelf heel veel gesport, ik volg sport actief. Daar heeft mijn hart wel gestolen, voor altijd. En ik vind het ook belangrijk om de uit te dragen. En ik vind het belangrijk dat iedereen kan sporten, alle inwoners van Os. En we hebben met elkaar een sportakkoord getekend 3 jaar geleden. Met de intentie om meer mensen in Os aan het sporten te krijgen. En ik ben heel blij om te zien dat dat ook lukt, dat dat aanslaat en dat er allerlei activiteiten in Os gebeuren die bijdragen aan meer sporten en meer bewegen voor onze inwoners. En wat doe je dan zelf aan sport? Ik wandel, ik tennis, ik ga elke dag, ik woon in Herpen en ik ga elke dag met de fiets naar Os, tenminste als het niet regent, dan moet ik wel even eerlijk zijn. Maar juist, dat vond ik een hele mooie bijkomstigheid van het wethouderschap, dat ik met de fiets naar het werk kon weer. Gewoon dat sporten, bewegen, 's ochtends en 's avonds je hoofd leegmaken, met een blanco vel, maar met een blanco hoofd ook leeg hoofd kunnen beginnen aan de dag en de dag kunnen eindigen. Is hartstikke belangrijk. Dus ik ben zelf, volgens mij is de maat dat je minimaal een half uur per dag moet sporten. Nou, daar kom ik gelukkig ruimschoots aan en kan het iedereen aanbevelen om het te doen. Nou is het zo, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Wat vind jij dat we eigenlijk in Nederland zo'n systeem hebben met een gemeenteraad? Ja, dat is een groot goed. Ik vind het heel erg belangrijk dat we een gemeenteraad hebben. Je merkt ook wel de afgelopen periode, niet alleen in de gemeenteraad, maar in zijn algemeenheid, dat de mensen
best wel moeite hebben om het vertrouwen te houden in de politiek en in het bestuur. En ik denk dat het onze taak juist als gemeenteraad is. En in de gemeenteraad de taak is om te laten zien dat het wel werkt, dat het wel kan werken. Dat we wel naar onze inwoners luisteren. En dat wil niet zeggen dat inwoners dan ook altijd hun zin krijgen, om het zomaar eens te zeggen. Maar luisteren naar wat mensen inbrengen en daar op basis daarvan uiteindelijk een besluit nemen, dat is denk ik hartstikke belangrijk. En kijk in een aantal landen op de wereld waar bevolkingsgroepen worden onderdrukt en uitgebuit, dan denk ik dat de democratie die wij in Nederland hebben, dat we die ook moeten koesteren. En soms beseffen we dat misschien te weinig en zijn we te veel aan het mopperen op alles wat er niet goed gaat, maar er gaat ook heel veel goed. Misschien kan je dan nog aan de inwoners van de gemeente Os iets adviseren over de verkiezingen die aanstaande zijn. Nou ja, ik vind het wel belangrijk dat mensen gewoon gaan stemmen. Dat is gewoon hartstikke belangrijk. Maak daarvan gebruik van dat recht wat je hebt. Het is maar één stem, hoor je dan heel vaak. Maar ja, op het moment dat we dat allemaal doen, dan geef je met elkaar een signaal af. En ik zou zeggen, doe dat vooral bij iemand die dicht bij je lokale gemeenschap staat, die je aanspreekt en waarvan je ook het vertrouwen hebt en het gevoel hebt van, weet je, die kan voor mij het verschil maken. Dus iemand die dicht bij jou staat, iemand die onderdeel uitmaakt van die gemeenschap, geef die de stem. Kees, hartelijk bedankt en natuurlijk heel veel succes met de verkiezingen. Dankjewel, graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, spannende dag vandaag, denk ik. Ja, zeker weten. Ik ben er niet zo goed in om niet te weten wat er gebeurt. Want ik ben altijd wel redelijk aan het plannen en zo. En ja, ik moet me laten verrassen vandaag. Maar ik heb er heel veel zin in. Het wordt vast hartstikke leuk. Ja, je ziet er in ieder geval leuk uit met die ballon op je hoofd en die vaas in je hand. Ja, die vaas moet ik de hele dag bij me houden en de ballon moet ik de hele dag ophouden. Dus dat is dan leuk. Maar eens even zo. Leuk. We hebben het even nagekeken. 7 jaar geleden hebben we een uitzending met je gemaakt toen je hier begon. Nu is het 2022 en nu ga je de school verlaten. Zijn er veel dingen veranderd in die 7 jaar? Ja en nee, zou ik zeggen. Er is gewoon heel veel veranderd. We zijn gegroeid als school. We hebben een flink aantal leerlingen meer dan toen. En ik denk dat we hard gewerkt hebben aan het duidelijk maken van, goh, waar staan we nou eigenlijk voor als school? Wat willen we en wie zijn wij als Ravelijn? En ik denk dat we daar goed in geslaagd zijn en daar ben ik heel, heel trots op met het hele team samen. En het mooiste is, denk ik, en dan is de nee. Ik denk dat we gewoon wel nog steeds het Ravelijn zijn zoals we dat toen ook waren toen ik startte. En dat vind ik wel heel mooi. Ja. Nou, het is wel heel leuk dat je dit nu zegt, want ik heb het teruggeluisterd. En je doelen waren een stuk PR verbeteren. Nou, dat is dus aardig gelukt, wat je zei. En de dingen waar je voor staat, om die vast te houden. Dus als je nou zegt dat aardig gelukt is, dan komt dat goed overheen, denk ik. Ja, dat is mooi. Dat is fijn. Het is fijn dat je dat kunt zeggen en dat je niet zegt, nou, toen je startte zei je hele andere dingen. Dus dat is fijn dat die lijn gewoon goed vastgehouden is. En daar hebben wij denk ik met het hele team keihard aan gewerkt de afgelopen jaren. Ja. Mag ik vragen waarom jullie weggaat? Zeker. Dat is in ieder geval niet omdat ik het niet naar mijn zin heb. Want ik vind het heel erg jammer dat ik de school nu achter me laat. Maar ik heb nu de afgelopen 6 jaar leiding gegeven aan 2 scholen. En met name de andere school is heel erg gegroeid. Travelijn ook maar in iets mindere mate. En het is gewoon te veel om 2 scholen leiding te geven op een manier waarvan ik vind dat dat zou moeten. En daarnaast is het gewoon ook door de corona toestanden is het ook allemaal niet makkelijker geweest de afgelopen jaren.
Dus ik merk gewoon dat het verstandig is om daarin een stapje terug te doen. En ik ga dus fulltime werken op de andere school, dus Uilenspiegel in Boekel. Oké, okay. In Boekel. Daar was je al bezig dan? Ja. Daar ben ik ook nu 6 jaar directeur. Ja. Ja, ongeveer evenveel als hier. Want je bent hier ongeveer bijna 7 jaar? Ja, op 1 maandje na. Ja. Ja. Zijn er dingen waarvan je zegt, nou, dat is echt een hoogtepunt geweest in die 7 jaar en misschien ook een dieptepunt? Begin maar met het dieptepunt. Ja, nou, de dieptepunten zijn wel de momenten dat er sterfgevallen zijn geweest bij ouders die zijn overleden. Dat heeft altijd een enorme impact, vind ik, op de school. En dat is natuurlijk sowieso heel erg verdrietig. En de corona ook dit jaar, denk ik? Ja, ja, dat is een heel lang dieptepunt natuurlijk, ja. De corona. Ja. Maar ja, goed, dat is iets wat ons met z'n allen overkomt. En ook daar vind ik wel dat de veerkracht die we hebben laten zien met z'n allen, om toch die lastige periode door te komen, heeft ook wel weer iets moois, ja. Eigenlijk. Ja. En dan de hoogtepunten? Ja, de hoogtepunten. Nou, ik ben vrij snel nadat we gestart zijn, zijn we begonnen met de aanleg van een nieuw schoolplein. We hadden vooral een betonplaten schoolplein toen ik begon. En met z'n allen hebben we daar een heel mooi nieuw schoolplein van gemaakt. Dat vind ik wel een hoogtepunt. En we zijn afgelopen jaar zijn we PBS-school geworden. Ja. En nou, PBS is denk ik, staat voor Positive Behavior Support. En dat betekent dat we uitgaan van de positieve bekrachtiging van het goede gedrag. En dat, ja, dat werkt gewoon ontzettend goed. En we merken dat we daarmee heel veel rust en een heel veilig pedagogisch klimaat in de school hebben kunnen creëren. En dat is denk ik ook een hoogtepunt. Oké, okay. Nou, dankjewel voor het interview. Geniet vooral van vandaag en heel veel succes in de toekomst. Dankjewel en jullie bedankt, want we hebben elkaar de afgelopen jaren een aantal keer gesproken. Dat vond ik altijd wel heel erg leuk. En hij zwaait met zijn lasso als hij komt. En hij zwaait met zijn lasso. She's got a smile that it seems to me remind me of childhood memories where everything was as bright as the light blue sky. Wie zijn jullie? Ik ben Mason. Ik ben Kio. En in welke groep zitten jullie? 7. En jij? 8. In groep 8. Nou, het is vandaag afscheid van Ernie. Wat weten jullie van Ernie? Zal ik bij jou beginnen? Nou, Ernie houdt veel van hockey en hij is ook 2 keer naar Amerika gereisd. Nou ja, gereisdachtig. Hij speelt veel muziek op de piano. En hij is al iets van 3 jaar op onze school directeur. Nou, volgens mij is dat bijna 7 jaar. Ja, dan 7 jaar. Ja. Ja. Oké. Okay. En wat doet een directeur op school eigenlijk? Weten jullie dat? Hij bepaalt welke lessen er worden gegeven in welke klas en welke methodes. Bijvoorbeeld, je hebt bij de dan voor de rekenmethode hebben we Snapit, maar nu moesten we iets nieuws proberen. Waarschijnlijk heeft Ernie daarvoor gezorgd. Okay. Hoe vaak zien jullie Ernie eigenlijk? Ja, op de dag dat hij er is, zie ik hem het vaakst wel gewoon door de gang lopen. En dan kun je gewoon met hem praten als je wil? Ja. Ja. Dus hij is wel gezellig? Ja, dat wel. Okay. En wat gaan jullie als groep doen vandaag? Koken. En dat is voor Ernie of voor jullie zelf? Dat is voor Ernie voor en ons. Voor okay. Ons en Ernie. Ja. Dus hij komt bij jullie lunchen? Ja. Echt? Ja. Oké. Okay. Ah, heerlijk gezellige dag vandaag. Wie zong het liedje nu wij niet meer praten? A. Ja. Reesma. B. Sneller. C. Bomlijn Thijs. Volgens mij was het Jaap Reesma. A. Hallo, wie ben jij? Jim. Jim, in welke groep zit jij? 4-5. In groep 4-5. Wat is er vandaag hier te doen op school? Ernie gaat weg. Ja, wat weet je eigenlijk van Ernie? Dat hij goed grapjes kan maken en omdat hij heel vaak kan lachen. Oh, en hij is de directeur van de school, denk ik, hè? Ja. Ja, en ben je wel eens bij je moeten komen omdat je iets niet goed had gedaan of zo? Nee, eigenlijk nog nooit. Nee, oké, okay, leuk. En wat gaan jullie vandaag doen? Met de klas voor meneer Ernie. De grappen zingen, de moppetrommel doen. De moppetrommel doen. Heb jij ook al een mop bedacht? Ja, die hebben we op een briefje. Oh, en weet je hem ook al uit je hoofd of niet? Ja. Nou, kun je er eentje voor ons vertellen? Ja, wat is er groter dan mensen willen?
Groter dan mensenbillen. Ja, ik denk olifantenbillen of zo. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waar is onze Ernie gebleven? Hij blijft niet hier, hij gaat naar daar. Nou, vandaag is hij hier. Wie bepaalt er over de inrichting van de straat, wanneer het vuilnis wordt opgehaald en of de winkels op zondag open zijn? Veel mensen denken dat de burgemeester aan het hoofd staat van de gemeente. Maar de gemeenteraad is in elke gemeente de baas. Deze raadsleden komen niet zomaar in de gemeenteraad. De gemeenteraad is een vertegenwoordiging van het volk. Zij wordt helemaal gekozen door de inwoners. Elke gemeente heeft een raadzaal waarin de raad debatteert over regels en voorstellen. Raadsleden bezoeken regelmatig organisaties in de gemeente, inwoners of projecten, om met eigen ogen te zien hoe het gaat en wat er leeft. De gemeenteraad is er voor zijn inwoners. Dus ook voor jou. Deze en nog meer vragen komen aan de orde in de serie De Raad Beslist. We hebben al gesproken met de burgemeester, een wethouder en met de raadsgriffier. Vandaag gaan we praten met Harriet Renders en zij is raadslid. Wat beweegt haar om in de raad te willen en wellicht ook te blijven? Harriet, je bent al 8 jaar raadslid. Ja. Wat doe jij nou allemaal als raadslid? Oh, dat is een mooie vraag. Wat doe je allemaal als raadslid? Nou, je bent er sowieso, ik althans, gemiddeld zo'n 18, 20 uur per week mee bezig. Maar dat gaat een beetje zo in golfbeweging. Want je hebt natuurlijk bij de raad een soort vergadercyclus. Hè, van commissies, raad en technische overleggen. En, dus dat moet je allemaal in ieder geval doen. Je gaat de dossiers lezen, je hebt je vragen, je bereidt eventuele moties en amendementen voor. Je moet bellen voor samenwerking met andere partijen. Maar daar komt natuurlijk bij dat je in de samenleving het contact zoekt met de mensen en met de verenigingen, met de stichtingen of als er iets is ergens. Ja, je gaat bellen, je gaat afspraken maken. Je kunt er 60 uur in de week mee bezig zijn. Maar dat Want het, moet is je geen het is geen betaalde baan. Jawel, in de raad krijg je een onkostenvergoeding. Er wordt ook echt verwacht dat je, mocht je een fulltime baan hebben, dat je gewoon echt 1 dag in de week vrij roostert. En natuurlijk een aantal avonden, waardoor je wel je raadswerk kan doen. Daar krijg je die vergoeding voor. Hmm. Nou, we zitten jullie met een aantal partijen in de raad. En ik kan me ook voorstellen dat je niet met alle visies van alle partijen eens bent. Hoe los je dat dan op? Ja, nou, daar staat Nederland een beetje bekend voor, hè? Polderen. Soms is het te veel polderen. Je hebt natuurlijk je eigen standpunt van je eigen partij. Wat ik het voordeel vind van mijn partij is dat je op de inhoud kan gaan. We zijn een middenpartij en soms is dat, nou ja, wat is links en wat is rechts. Maar je kunt echt zeggen wat je vindt van een onderwerp. En of dat dan links of rechts is, dat is dan niet zo belangrijk. Daar hoef je niet zo dogmatisch in te zijn. Je merkt wel eens bij partijen dat ze dat standpunt dan moeten volgen. Omdat het dan misschien te links of te rechts is. Wat dan ook mogen zijn, hè, want dat vind ik wel begrippen die heel erg veranderen in de loop der tijd. Maar wat ik probeer, en zo probeer ik ook in het leven te staan, is hoe kun je nou de overeenkomsten opzoeken bij elkaar? Want iedere partij heeft wel iets waarvan je denkt van nou, hier zijn wij het mee eens. Dus je probeert de overeenkomsten op te zoeken en daar probeer je mee samen te werken. En door die overeenkomsten op te zoeken, krijg je dan ook meer verbinding onderling? Ja, ik ben wel iemand van de verbindingen maken. Ik vind het gewoon heel fijn, want anders heb ik er ook geen plezier aan. Om als je met zoveel mensen in de raad zit, met zoveel partijen, dat je, met iedere partij heb ik ook echt wel een aantal mensen waar ik altijd een goede klik heb, waar ik ook wel eens koffie mee drink of, hè, of even mee bel of wat vind jij hiervan. Dan hoef je het nog niet altijd met elkaar eens te zijn, maar dat je wel uitlegt aan elkaar waarom je het niet eens bent en waarom je bijvoorbeeld een motie niet gaat steunen of wel gaat steunen. Ja, want de serie die wij maken heet De Raad Beslist. Veel mensen denken dat de burgemeester beslist, maar zo is het niet. Hè? De raad beslist. Ja. Waarom is het dan belangrijk dat mensen gaan stemmen? Ja, het is gewoon heel belangrijk voor jezelf dat je gaat stemmen. Want als je aan de zijlijn blijft staan en ergens iets van vindt, dat mag, dat moet zelfs ook. Maar ik denk als je gaat stemmen, kan je daar toch een bepaalde invloed op hebben.
En dat is ook wat veel mensen heel lastig vinden. Ja, ik kan wel gaan stemmen, maar mijn probleem wordt toch niet opgelost. Dat begrijp ik ook heel goed. Maar ik wil toch iedereen oproepen om te gaan stemmen, want doe je het niet, dan kunnen we ook helemaal niks doen. Dus het is zo belangrijk dat mensen gaan stemmen, maar ook het contact zoeken met het gemeentehuis, met de politieke partijen, van als je ergens mee zit, ga in gesprek. Ja, probeer daar gewoon die verbinding in te zoeken. En wij doen het natuurlijk andersom ook heel erg. Dat proberen we. Waar ben je nou trots op? Is er nou iets waarvan je zegt, dit heb ik bereikt in mijn periode als raadslid? Wat zou dat dan zijn? Dat is een hele moeilijke... Ja, ik vind het altijd lastig om te zeggen, hier ben ik trots op. Maar ik ben wel op een paar dingen heel trots. Ik kom zelf uit de cultuurhoek. Voor mij was natuurlijk... Al die onderwerpen waren voor mij helemaal nieuw. Dus dat vond ik ook reuze interessant om dat allemaal te onderzoeken en daar iets in te betekenen. Maar wat ik heel fijn vind zelf, is dat de culturele instellingen in de gemeente Os overeind zijn gebleven. Die zijn overal in de landen, waren ze een paar jaar geleden wegbezuinigd. En kregen alleen de docenten op de hoek de kans om les te geven. Dat is natuurlijk prima, hè? Prachtig. Maar het is ook heel fijn dat kinderen onder schooltijd muzieklessen aangeboden krijgen. Sport, hè, vooral de cultuur en de educatie, daar geldt ook theater en dans en alle disciplines horen daarbij natuurlijk. En daar hebben wij ons wel heel erg, of ik tenminste persoonlijk heel erg voor ingezet, dat alle kinderen uit de hele gemeente onder schooltijd die lessen gewoon aangeboden krijgen. En dan hebben ze ook nog de kans om na schools, via een aantal fondsen die we hebben, een instrument te bespelen en daar ook in verder te gaan, zodat ieder kind gewoon die gelijke kansen heeft. Daar ben ik heel blij mee. En er zijn wel meerdere dingen, maar dit is wel waar ik, komt het eerste bij me op. Nog een laatste vraag. Je hebt het eigenlijk al gezegd, maar wat adviseer je mensen in de gemeente? Hoe kunnen zij zich goed oriënteren bijvoorbeeld, op wie ze willen gaan stemmen? Nou, ga gewoon vooral de stemwijzer doen. En soms is die stemwijzer voor jezelf heel verrassend. Dus je kunt daarnaast, je kunt ook debatten gaan volgen. Ik weet niet of je daar dan weer heel veel aan hebt. Alles helpt natuurlijk. Verkiezingsprogramma's lezen, dat ga je ook niet doen, hele programma's. Maar ga wel de punten, er zijn altijd 10 punten die iedere partij heeft waar ze voor staan. Kijk daarnaar. En ik zou zeggen, ga gewoon in gesprek met de partijen. Bel gewoon een lijsttrekker op, want die staan er allemaal voor open. Ga gewoon bellen. Nou. Misschien zeggen andere partijen wel, nou staat mijn telefoon rood gloeiend, je bent een mooie. Maar ik vind dat moet kunnen. Ik denk als iemand nou een echte vraag heeft, ik twijfel, ik weet niet waar ik op moet stemmen, leg mij nou eens uit. Volgens mij staan, tenminste onze lijsttrekker, staat daarvoor open. Ik kan natuurlijk niet voor de anderen praten, maar zoals ik ze ken, denk ik het wel. Dat de meesten daar wel echt voor openstaan. Ga gewoon in contact en probeer ze op te zoeken, ook tijdens de debatten die nu weer fysiek zijn. Kun je gewoon naartoe gaan en daarna een praatje maken. Nou, Harriet, hartstikke bedankt. En succes de komende verkiezingsperiode. Ja, dankjewel. Ik ben zelf ook heel benieuwd. Ja. Nou, succes. Oké, dankjewel. Negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien, zestien, zeventien, achttien, negentien, twintig.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60 jaar jeugdwerk. En daar willen we dit jaar graag bij stilstaan. Jaar jeugdwerk. En zoals jullie weten staan we daar stil. Niet alleen door leuke foto's, maar ook met interviews met oude bekenden van het jeugdwerk. En dit keer samen met Martje. Martje, hoe lang heb je wel niet bij het jeugdwerk gezeten? Nou ja, we zijn daarmee begonnen met een hele groep. Ja. En dat is een beetje zo van voordat wij starten bestond er wat van jeugdwerk voor kinderen die niet op vakantie zouden kunnen. Dat ze een paar dagen vrije tijd begeleid zouden kunnen worden en zouden kunnen spelen in de bossen. Dat was de intentie daarvoor. Maar langzaam maar zeker is dat een beetje uit de klauwen gewassen. Dus dat heeft vroeger bestaan. We hebben dat nieuw leven ingeblazen. Ja. De eerste keer zijn we met een groep mensen, wel onder andere ook als begeleiding Willy Peters en Ton van den Burgt en Michiel Berends bij waren, hebben we ons aan kunnen sluiten bij een groep in Herpen. Ja. We waren toen met mannen 50, 60 kinderen daarbij. En die, maar Herpen zei, voor ons wordt het te groot. Want we hadden gevraagd of we niet bij hun konden aansluiten. En dat werd te groot. Dus toen zijn we het zelf op poten gaan zetten. En dat was de eerste keer in 1989. Kijk. Circus Serventani. Dus dat was de allereerste kamp wat we zelf georganiseerd hadden. Ja. En sindsdien heb je er ook al die tijd bij gezeten? En ik denk dat ik het een jaar of 20 gedaan heb. Ja. En in die tijd waren onze kinderen al gaan studeren en het land uit. En dan, dus die hadden hun studies en die waren niet meer met Ravenstein als episch centrum van de wereld. En als het op een gegeven moment meer energie kost als dat het je oplevert, dan is het een goede moment om het stokje door te geven. Precies. En 20 jaar, heel veel jaar, we hebben hier ook al die boekjes liggen met waar je meegewerkt hebt. Wat is nou een van die mooiste herinneringen die je gehad hebt tijdens die 20 jaar? Ja, dus ik dacht wel dat die vraag wel zou komen. Dat, zo van, het is, nou, ik heb niet één herinnering die het allermooiste is. Maar ik heb, zoals je op wat foto's ook kunt zien, wel rollen mogen spelen. Ja. Vond ik heel leuk om uit te gaan zoeken in Berchem van wat is de mooiste kleding die bij dit thema past. Maar om daar 100 of 200 kindjes te zien die spelen in het zand met de vieze snoetjes, vieze voetjes, maar wel pretoogjes. Ja. Dus dat is zo dankbaar. Ja. En dat is iets wat natuurlijk Herpenduin zich uitstekend voor leent. Ja, perfecte locatie. Perfecte locatie. Perfecte iedereen kan vrij zijn. En je, zo van, dus niet iedereen die al die spelletjes wilde doen, want een grote kuil graven in het zand is ook al een heel dankbaar gebeuren. Ja. Want het is, maar het is ook doordat het in het begin, dat we werkten met een megafoon. Ja. En als er geroepen werd, wil groep 8 pannenkoeken komen eten, naar die kant. En groep 8 zat daar, dan kwamen ze geen pannenkoeken eten. Dus we moesten ons veel meer richten en het met veel minder techniek doen. En dat hebben we iedere keer voor elkaar gekregen. Ja, leuk toch? Ja, geweldig, geweldige club, geweldig team die dat ook droeg. Ja. Zo als starters,
denktank erbij, want er moest een verhaallijn zijn en een speurtochtcommissie en er moest een speurtocht zijn en een spelletjesclub, die bedachten weer alle spelletjes en het was te heet een keer en dan was er infectiegevaar, dan moest er weer gedoucht worden of dat er niet wel of niet. Dus dan ook weer contact met de GGD en dan een douche extra, want als het water niet schoon was in Herpenduin, ja, dat ze konden afspoelen en konden spelen. Dus ja, aan alle fronten moest, aan alle dingen moest gedacht worden. Ja. En dat deden we ook. Ja, mooi. En het is steeds ook een hele tijd is het gegroeid, daarna is het wat gestabiliseerd met het aantal kinderen wat zich melden. Ja. En ja, het is, ik vind het heel dankbaar om, ja, voor kindertjes in de hei te zijn, ook al kost het aardig wat kruim. Ja, maar ja, als je dan die snoetjes ziet, dan weet je ook waar je het voor doet. En snoetjes en pretoogjes, ja, helemaal oké. Helemaal oké. Okay. Ja. Nou, welk kamp is nou het meest bijgebleven? Oei. Welk kamp is het? Nou, er is een kamp geweest, ik denk, misschien of het nou de Oepoeroestam was. Maar dat weet ik dus niet meer precies, want ik haal ze door elkaar. Of Oonga Oonga, dat is ook al een thema van die... Deze. Ja, het geheim van Anaknak. Ik weet het niet meer precies. Maar daar hadden ze een tunnel gegraven onder het zand. En daar werd de laatste dag... Kwam daar de knots tevoorschijn. Ja. En kwam daar, nou ja, dus dat is er ook... Wat zulke technische vernuftigheden als daar aan gewerkt werd. Ja, dat is hartstikke leuk zo. Ja. Als het dan ook slaagt, hè. Ja. Wel, is het geslaagd? Ja, altijd. Ja? Alle kampen, ja, zijn geslaagd. Nee, maar ook dat die knots omhoog kwam. Ja, dus dat, ja, was door die tunnel en dan moesten. En de kinderen snapten er niks van. En er lag dan een doekje. Hè, en dat doekje werd steeds elke dag wat groter en ze mochten er niet bij komen. Dus ja, dat is, ja, behoorlijk spannend. Ik heb heel goed de boel aangeharkt. En volgens mij is er niemand bij de put geweest. Ja! In de herfstbossen achteraan verschijnen. Is er in de tijd het hele rust waar willen wij gaan zijn? De ridder en de jongvrouwen op de troubadour. Feest in het water met de riemen rond de loer. Wij gaan dansen, wij gaan zingen, laat het horen met een zet. Met het zwaard gaan wij op kwisten in de leuk. Ja. Ja, we hebben hier natuurlijk ook al die boekjes al liggen. Je had nog placemats meegenomen. Ja. Had je nog iets meegenomen? Of nou, ik vond deze shirt al heel wat, hè? Ja. Zo met alle namen erop en alle jaar, of iedereen van het, ja, van de leiding of die dachten dat ze iets te zeggen hadden, hadden ze een naam met wat dat foamspul was ook altijd te herkennen. Ja. Op het veld. Achterkant stond ook nog je naam. Kijk. Dus iedereen liep daar, wij liep daar rond en dan het eind van het kamp, dan gingen we weer, Margret ging dit meestal, ging dit dan weer het jaar erbij maken. Dus ieder, ja, jaar had een thema. Ja, en ja, ik heb hem geprobeerd niet te veel aan te doen, want dan slijt hij te veel. Want ik vond het toch, ja, wel een heel kostbaar souvenir. Ja, 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 wel dus, heel leuk. Ja. En zijn alle kampen waar je aan meegewerkt hebt? In ieder geval. In ieder geval. Dus ik weet niet of ze op een gegeven moment, omdat er andere mensen hem toch meer gedragen hebben, dat hij toch versleten is en dat we overgegaan zijn naar een unikleur met jeugdwerk erop. Zo, van dat toch te zien was. Ja. Maar dit was voor de belangrijke mensen toen de tijd, zal ik maar zeggen. Hè? Dus dat was helemaal trots om daarbij te horen. Ja, leuk. Zo. Je ziet ook echt dat de 2001, die is natuurlijk een jaartal nieuwer, dat die ook duidelijker is. Ja, dit is dan de eerste. De eerste, die is al veel vervaagder. Het bijzondere is van Circus Cerventani. Ja. Dus als we, dan was het als dan de clue van het verhaal was, dan kregen alle kinderen, die konden een letter winnen, alle groepjes, zal ik, ja, wel een beetje in het kort gezegd. En dan moesten ze naast elkaar gaan staan. En dan kwam er van deze letters niets ervan. En dan moesten ze nog een keer wat gehutseld worden. En dan stond er Ravenstein. Oh. De letters van Ravenstein. Hetzelfde is voor de Cerivanen. Ik weet niet waar ze zitten. Maar ik denk deze. De Beduïnenstam, dat waren, ja, de Cerivanen. Ga je met die letters hutselen, dan komt er ook weer uit Ravenstein. Leuk. Dus er is allemaal over nagedacht. Ja, kijk. Ja, precies.
Wat is nou, je zei net al eerder dat je heel veel rollen hebt mogen spelen. Wat is nou de leukste die je bijgebleven is van al die rollen? Ja, ik had eigenlijk, ik kon kiezen tussen, of kon kiezen, ik kon niet zoveel te kiezen, maar dan moest, iemand moest dat ook durven en ook willen en daar ook wat de persoon voor zijn. Ik was meestal wel kruidenvrouwtje en een heks zo, dus dat is ook nog op één. Dus ja, dus ik heb eens een Tina Turner tijgerpakje kruiden gaan zoeken. En, dus dat is ook, daar zijn allemaal rollen die me toebedeeld werden. Ja. Maar toen ik dan van zo'n Griekse godin met zo'n heel mooi hoofddeksel, nou, dan voelde ik me eigenlijk wel belangrijker. Zo. Wat ook nog wel een heel leuke stukje is van dat we, ik weet niet meer welke kamp het was, daar zal de leeftijd zijn, maar goed, daar doet er niet zoveel toe. Dan moesten de kinderen, kwam Earl Grey kwam op het kamp en die samen thee drinken en vrienden maken, dus dat was... dan moet je, iedereen kind kreeg een theezakje mee in het hoesje, vrienden maken. Dus dan ga je met je vrienden thee drinken. En dan moest je het zakje, s'nachts, wat theezak, onder je kussen leggen. Want dat werkte in op je dromen. En als je het op je dromen werkt, dan konden we samen tot een oplossing van het probleem van dat moment komen. Maar de volgende ochtend kwam er één moeder en die zei... had een ander theezakje, want het kindje had het zo spannend gevonden dat ze het theezakje door de wc weggespoeld had. Oh. Dus die kwam 's morgens met een ander theezakje en of dat ook goed was. Oh, heerlijk. Geweldig, hè? Ja. Altijd moest er gezorgd worden dat het voor de... Want de leeftijd van kleutertjes tot en met groep 8, dat is best een hele grote. Dus wil je het voor de kleutertjes niet te spannend maken? En wil je het voor de grote niet te kinderlijk maken, om daar een midden in te zoeken. Ja, dat was toch wel altijd, dan moesten altijd wel rampen komen. Hè? De doos van Pandora ging open en er kwamen de rampen, dus voordat het weer opgelost werd. Ja. Ja, dus dat is altijd een midden zoeken geweest. En dat is nog wel, denk ik. Volgens mij wel, denk ik wel. Ja, dat denk ik ook wel. En we hebben nu 60 jaar jeugdwerk er nu op zitten, waarvan jij 20 jaar mee hebt mogen helpen. Wat wens je nu, of wat hoop je nu voor de komende 60 jaar jeugdwerk? Nou, dat kindertjes maar heel veel in het zand blijven spelen. Ja. En dat is toch wel wat beter als al dat knoppenwerk. Zo. Maar veel, het is zo van, ik hoop dat er genoeg kinderen ook daar actief genoeg voor blijven. Ja. Erg leuk, omdat het altijd de laatste week voordat de school weer begon, dat ze dan toch weer wat de groepjes gevormd werden. En ik denk dat, dat er een heleboel ouders na 6 weken vakantie blij zijn dat ze ook weer een weekje de deur uit waren. Hè? Dat is ook zo van, maar dat ze blijven spelen. Vooral dat veel kinderen maar blijven spelen. Blijven binnen en buiten en zeker in het bos. Hartstikke, ook nog verantwoord ook nog. Kijk, dat gaat helemaal goed komen. Ja, dat denk ik, hoop ik ook. Kinderen willen spelen, maar ouders willen niet altijd meespelen. Nou ja, daarvoor is jeugdwerk dan. Precies, en jeugdwerk is een uitstekend uitnodiging om dat mee te gaan doen. Helemaal top. Precies. Helemaal top. Nou, heel erg bedankt, Martje. Ja, het was superleuk. En ik vond het heel leuk dat je er hier was. Tuurlijk, graag gedaan. En, het gaat me nog steeds aan mijn hart. Ja? Ja, en als dan weer de actie van de Rabobank komt om weer wat te sponsoren, dan denk ik, ja, jeugdwerk hoort daarbij. Ja. Ja, dat heeft toch wel een mooi plekje bij mijn hart gekregen. Heel erg fijn. En jij hebt ook een plekje in ons jeugdwerk hart gekregen. Ja, goed zo. Dankjewel. Graag gedaan. Heel erg bedankt. Goed zo. Graag gedaan. Wie bepaalt er over de inrichting van de straat, wanneer het vuilnis wordt opgehaald en of de winkels op zondag open zijn? Veel mensen denken dat de burgemeester aan het hoofd staat van de gemeente. Maar de gemeenteraad is in elke gemeente de baas. Deze raadsleden komen niet zomaar in de gemeenteraad. De gemeenteraad is een vertegenwoordiging van het volk. Zij wordt helemaal gekozen door de inwoners.
Elke gemeente heeft een raadzaal waarin de raad debatteert over regels en voorstellen. Raadsleden bezoeken regelmatig organisaties in de gemeente, inwoners of projecten, om met eigen ogen te zien hoe het gaat en wat er leeft. De gemeenteraad is er voor zijn inwoners. Dus ook voor jou. Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde in de serie De Raad Beslist. We hebben al gesproken met de burgemeester, een wethouder, de raadsrivier en met Harriet Renders, een raadslid. Vandaag gaan we nog een gesprek aan met Jonas Florissen, kandidaat raadslid. Ah, Jonas, goedemorgen. Goedemorgen. Jonas, waar komt jouw interesse voor politiek vandaan? Ja, ik denk dat het al op jonge leeftijd eigenlijk begon. Dat ik gewoon geïnteresseerd was in het nieuws en wat er om me heen gebeurde. En ik denk dat dat later eigenlijk gegroeid is via school. Op de middelbare was mijn favoriete vak was maatschappijleer. Ik heb daarna ook nog voor maatschappijwetenschappen gekozen op de middelbare. En nu studeer ik dus ook politicologie. Dus die interesse is wel langzaam gegroeid. Ik vind het heel interessant aan politiek. Naast dat je natuurlijk heel veel kan veranderen, ik denk dat dat het middel is om iets te veranderen om je heen, is het ook heel interessant wat daar nou achter zit en welke invloeden daar spelen. Dus dat is eigenlijk mijn interesse in politiek vooral. Ja. Ik hoor jou zeggen dat je eigenlijk graag dicht bij de mensen wilt zijn, hè? En politiek dicht bij de mensen. Mm-hmm. Is dat ook de reden dat je hebt gekozen voor de gemeentepolitiek? Ik denk het wel, omdat eerst wist ik ook niet zoveel van de gemeentepolitiek af, omdat het in mijn studie gaat het daar niet zoveel over. Dus ik ben via een cursus daar eigenlijk mee in aanraking gekomen. En ja, je ziet gewoon dat de gemeente gaat echt over de directe leefomgeving van mensen, over thema's als wonen en zorg, over hoe jouw buurt eruit ziet, over de voorzieningen die er zijn en de verenigingen. Dus de gemeente staat heel dicht bij de mensen en ik denk dat daar ook mensen het meeste merken als er iets veranderd wordt. Dus dat vind ik mooi aan de lokale politiek. En ook belangrijk dat mensen dus gaan stemmen voor deze verkiezingen. Ja. Het is dus een bewuste keuze voor jou om je in te zetten voor de lokale politiek. Mm-hmm. Heb jij nou ook al voordat je hiermee bezig was wel eens op de banken gezeten bij de openbare raadsvergaderingen? Dus eigenlijk niet. Want toen ik die cursus ging doen, was het eigenlijk midden in corona, dus ja. Alles was online. Dus ik heb wel raadsvergaderingen gevolgd online, maar dat is toch moeilijker om te volgen. Is de eerste gisteren, kon ik niet bij zijn, maar die was weer voor publiek, ook de laatste van deze periode. Maar ik ben wel altijd betrokken geweest, eigenlijk sinds een half jaar, bij de fractievergadering. Dus ik weet wel goed wat er speelt in de gemeente. Daar wordt natuurlijk veel besproken. En ook via de cursus heb ik meegekregen welke instrumenten je hebt als raadslid om naast je wetgevende taak ook je controlerende taak zeg maar, uit te voeren. Naast dat je natuurlijk volksvertegenwoordiger bent, dus ook het contact met inwoners goed moet zijn. Dus daar ben ik me wel bewust van, zeg maar. Ja, zeker. Is er nou ook een thema waarvan jij zegt van nou dit speelt voor mij op het moment het meeste? Ik denk zoals elke partij eigenlijk al zegt, wonen. Het is zeker voor jonge mensen is het bijna onmogelijk geworden om aan een betaalbare woning te komen. Ook voor oudere mensen, mensen die door willen stromen natuurlijk, maar ook mensen met een kleinere portemonnee. Dus ik denk dat dat het thema van de verkiezingen is. En ja, dan, verschillende partijen denken daar natuurlijk anders over. Wij gaan vooral voor betaalbaar wonen. En ook het tegenhouden van huisjesmelkers, omdat we moeten bouwen voor de mensen. Dat vinden wij. Ja. Nou ben jij kandidaat raadslid. Je staat op de vierde plek. Wat verwacht je daarvan? Ik heb wel goede hoop zeg maar, over onze kans om sowieso groter te worden. We hebben nu 1 zetel. Dat is natuurlijk niet veel, maar ja, het waren de slechtste verkiezingen ooit voor de PvdA.
En ja, je merkt als je kijkt naar de landelijke verkiezingen, als je dat zou verrekenen, zouden we nu op 3 zetels of zo zitten in Os. Dus ik vind dat wel een reële ambitie en ook ja, misschien kun je met 3 zetels ook mee gaan doen. Dus ik kijk eigenlijk met heel veel vertrouwen uit naar de verkiezingen en ja, ik heb goede hoop. En misschien met voorkeurstemmen, dat ja, je dan, ook wordt gekozen. Ja, dat zou kan natuurlijk ook superleuk zijn, dus als ja, de jonge mensen nou allemaal een beetje gaan stemmen, dan... ja, nou ja, dat zijn denk ik, want heb je enig idee of dat, wie er stemmen in onze gemeente? Nou ja, het is natuurlijk een landelijke trend wat je eigenlijk ziet, dat over het algemeen oudere mensen natuurlijk meer gaan stemmen. Mm-hmm. Ook meer politiek betrokken zijn en geïnteresseerd. Nou ja, ik probeer dat een beetje te doorbreken. Ik ga ook nu langs bij scholen op het mbo in Os. Om les te geven over wat doet de gemeente en hoe werkt die gemeentepolitiek nou. Om vooral ze erbij te betrekken en te gaan zorgen dat ze gaan stemmen. En ook ja, laten zien waarom het belangrijk is om te gaan stemmen. Dus ja, daar probeer ik jongeren wel te interesseren. En ja, ook veel leuke gesprekken daar doe ik daarop. Dus zo sta je ook dicht bij de inwoners en dicht bij ja, de doelgroep van mij. Ja. Ik denk dat we een heel eind zijn. Ik wens jou heel veel succes. Misschien nog een laatste tip voor de kijker? Nou ja, ik wil vooral tegen de kijker zeggen om vooral te gaan stemmen. Omdat er daadwerkelijk iets te kiezen valt over belangrijke thema's als wonen en zorg en de lokale voorzieningen. Dus ik wil mensen oproepen om te gaan stemmen. En ook zeker jongeren oproepen om te gaan stemmen, omdat er echt wat te kiezen valt. En ja, die kiezer bepaalt, dus ga vooral stemmen. Heel veel succes met de verkiezingen, jongens. Dankjewel.